Dat is niet meer eerlijk. Kijk, dit pakket. Oh joh! Dat zou ik normaal nooit van je vragen. Ja, heel grappig, Mark. Oh. Ja, nu is het lastig. Ik heb al gespleten, dus in elkaar. Kijk, daar heb je Roy hoor. In de wagen. Hey, iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Roy was hier al van de week. Maar toen was het zo druk, toen zei hij, ik kom van de week wel nog een keer even langs. Althans druk. Er was wat volk over de vloer en hij had wat cadeautjes die hij echt 1 op 1 wilde geven. Dus die gaat hij vandaag geven, dat is de bedoeling. Dus ik ben benieuwd wat hij bij zich heeft. Hij zei, ik ben naar de Intertoys geweest, dus ik ben benieuwd of het een Lego pakket is of zo. Goedendag, what's up man? Mr. Intertoys? Wat? Mr. Intertoys toch? Ja, weet je dat? Vertel het maar. Heb je dat al verteld? Ja, we gaan even kijken, ik kan eindelijk weer filmen met deze hand. En ja, kan het weer? Ja. Oh, lekker gast. Ik kan gewoon weer goed knuffelen en zo. Hé hey, maat, er kwam net ineens, stond er een pakketdienst voor de deur met echt een mega pakket. Echt van 2 bij 1 of zo. Ik denk, huh? Wat is dat dan? Even dat ook een cadeautje van Roy, maar dat is die kast die ik besteld heb. Welke kast? We hebben het toch maanden geleden over gehad? Ja, ja. Die kast met... Ja, heel scherp. Oh, zijn ze weer het sneeuw? Ja, bij het zwembad. Het is toch wat? Ja. Maar met die kast. Ik had toch een kast besteld voor hier. Voor drank en sigaren en weet ik het dan. Man. Die is binnen. Oh? Dus ik ben benieuwd. Oké dan. Die gaan we vandaag en morgen even uitpakken. Wat lijkt? Gaat ook hem in elkaar zetten. En zeker? Allemaal nieuwe kleding. Lekker man. Ja, ik en Mart gewoon denk ik. Kijk. Ik ben natuurlijk normaal nooit van de cadeautjes, maar bij jou voelde ik me toch even geroepen om wat leuks voor je te halen. Dat is niet meer eerlijk, hè? Huh? Dat is niet meer eerlijk. Ja, ik heb nog nooit een cadeautje gehaald, denk ik. Nou ja, jawel. Voor verjaardagen en zo. Maar niet in de winkel zelf, denk ik. Niet in de winkel zelf, nee. Ben jij een winkel ingegaan? Ja. Ja. Ja! Wat goed! Ik ben gewoon een Intertoys in geweest voor hem, hè? Moet je nou eens luisteren, kijk. Geweldig. Ik ken natuurlijk als gek. Dat is al gewoon, dat vindt hij al de wereld waard. Dat vind ik heel grappig. Ja, ik denk nou, hè, die Don die ken ik goed natuurlijk. Jij bent natuurlijk onder het mes gegaan. Ik denk je moet veel zitten, veel thuis doen. Dus ik heb iets voor je vlog bedacht. Wat denk ik heel erg leuk is. Laten we daarmee beginnen. Oké. Ja. Bart, zou jij hem over kunnen pakken voor mij dan wat? Je hebt natuurlijk elke dag heb jij je spreekwoordenmomentje. En toen dacht ik, dit heb jij nog nooit van iemand gehad, maar ik vond het geniaal. Maar... Goed hè? 200 trucjes! Kan je elke dag een trucje doen? 200 trucs? Ja gast, dus ik denk nou, heb je wat te doen? Ja maat, dat is goed. Je hebt ook zelfs online video-instructies staan erop. Goed hè? Een dus kan je wel lekker die trucjes een beetje leren. Maar je straal cadeau zou ik zeggen. Ja, en dan heb ik nog deze voor je. Hier moest ik ook aan jou denken. Ook iets in de... Klinkt als domino's. Ja, misschien is dat het wel. Ook iets waarvan ik denk dit is leuk als je gewoon veel thuis zit. Zo, vet hè? Dit heb ik echt al jaren niet gedaan. Een Lego. What's up bro? Wat vet, een ruimtestation. Zo'n oude Apollo is dit. Ja, ik moest aan jou denken. Ik denk ruimte vind jij natuurlijk altijd fucking vet. Bro. Daar zit je altijd zoveel over te lezen en te doen. En ik vond vooral gewoon heel vet die gouden astronautjes en zo. Ik denk hier kan je lekker knutselen. Kan je even lekker een beetje priegelen. Okken vinden het natuurlijk waarschijnlijk ook helemaal geweldig. Dit stelt natuurlijk een krater voor dan van de maan. Ja. Dus ik denk, dit zou ook fucking mooi in je huis staan, weet je. Gewoon zo'n ding. Dit is toch gewoon echt lijf. Dit is 16 plus Lego. Is het zo, ja? Ja, man. Dit is echt wel gewoon advanced knutselen. Je moet kijken of er allemaal in zit. Oh ja, een heel bouwpakket. Ja, Lego. Zo, dat is echt lang geleden, ouwe. Ja, toch? Leuk, ja. Bedankt voor de cadeautjes. Ja, alsjeblieft. Ja, leuk. Nou, superleuk. Ja, ga ik als eerste aan de gang met deze. Ja. Oké, zet gewoon een aflevering aan van Tita Tovenaar, maak die doos open en dan ga ik er lekker voor zitten. Kijk, dit pakket. Wat een unit. Er staan een paar gasten voor de deur net met een bakwagen, 2 gasten. En die zeggen, ja, we hebben echt een heel groot pakket voor je, moet echt even binnen, want het waait hard, het regent hard. Ik zeg, maar. Ik denk, ja, wat heb ik besteld? Dan heb ik van de week een bedrijf gemaild waar ik maanden geleden een kast heb besteld. Dat was ik bijna vergeten, dus ik had even een mailtje gestuurd van, joh, komt die nog? En dat is dus deze kast. En dat is een kast waar je dus, dat is een drankenkast en een... Even kijken, kan je het zien op het plaatje? Ja, niet heel goed, maar kijk, eigenlijk omgedraaid, zo kan je het zien. drankenkast en gewoon mooi voor in de kamer. Nog voor een beetje opvulling bij de keuken, tussen de keuken en de woonkamers. Die kunnen we wel in elkaar gaan zetten, dus hij is eindelijk binnen. Fucking leuk. Die hebben mijn mailtje waarschijnlijk gezien. Ik heb nog niet eens op mijn mail gekeken, dat is 2-3 dagen geleden. En ze hebben hem gelijk opgestuurd, dus dat is echt super tof. Het wachten is voorbij, hebben we weer een mooie kastje erbij. Nou, laatst natuurlijk tv-meubel. Dus dan komt mijn huis ook binnen, ja, wat gezelliger over. Allemaal zo kaal anders. Lekker lunchen met z'n allen. En krompoezen. En die heb jij nog nooit op, Roy. Dus geef even een seintje, ga in Bik. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. De nieuwe uitvinding van de Nederlandse en Franse cultuur. Roy gaat even flink ruiken aan dat ding. Kijk eens, hij heeft hem vast met 3 vingers per hand. Dat betekent veel goeds. Vaak als Roy delicatessen gaat chappen uit met 3 vingers vast. Dus hij is volle bak aan het genieten van zijn krompoes. Maar wat vind je ervan? Is het wat van jou of niet? Tering lekker. Oh, dus het lekker. Ja, ja, echt heel lijp lekker, hè? Als ik dit helemaal opeet, word ik wel kotsmisselijk. Hoezo? Dat denk ik gewoon. Het is wel een misselijkmaker, denk ik, als je dit gewoon helemaal opeet. Nou, ik denk als je er 3 van opeet wel, maar van 1 niet. Van 1 niet. Mm. Ja, is goed, hè? Wel echt heel echt genieten is het. Ja. Echt even een momentje gewoon. Nog 1 hapje en dan is je voor de gelukkige vinder. Ja, joh? Nou, man. Ja, ik ben echt weer dedicated. Wat is eigenlijk dat, wat is daar de benaming voor als je bang bent om misselijk te worden? Nou, niet weten. Is er fobie voor? Vast wel. Nou, denk ik ook wel, man. Dat is echt wel een benaming voor, om bang zijn om misselijk te worden. Daar heb ik in ieder geval mijn hele jeugd last van gehad. Mensen die niet tegen... Emetofobie. Hè? Emetofobie. 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 Dankjewel, Mart. Bij deze bent u geconstateerd met emotofobie. Dus angst voor misselijkheid, maar grotendeels voor overgeven. Dat is dus veroorzaakt misselijkheid. Dat heet emetofobie. Ah, dat heb ik dan ook weg gehad, mijn hele jeugd, man. Zeker als ik bij mijn moeder in de auto zat. Zo. Ik vind de verwarming op het standje 1000 en dan mocht ik dan niet aankomen, weet je wel. Heb je wel eens last gehad van misofonie heet dat, geloof ik. Misofonie. Dat je je ergert aan smakken en dat soort geluiden. Ja, dat vind ik ook verschrikkelijk, ja. Ja? Nee. Maar heb je denk dan echt misofonie, dat je echt walgt ervan? Nee, dat niet. Maar ik vind het wel irritant. Ja, dat is makkelijk. Ja, heel simpel. Oh, joh! Wow. Even de airco-filter. De airco-filter schoonmaken. Allemaal uitschilvers van makker en de vinger onderaan mijn rug ergens. Kijk, het begint te stormen hier buiten. Ja, bizar. Hier even die filter bij mij ook gaan we even doen. We hebben net beneden gedaan, Mart en ik. We gaan Okke en Mart gaan samen boven doen. Valt die mee of is die erg? Nee, die is wel heftig. Hij zit wel goed vol met stof. Kijk hoe schoon. Kunnen we doorheen kijken? Ja, Okke Buk is naar voren. Dat zou ik normaal nooit van je vragen. Maar kijk, het zit helemaal onder. Het waait allemaal op zijn rug. Kunt u alstublieft weghalen? Oh, ja, ik wapper het weg. Ah, dat zijn toch jouw schilvers, dus... Jouw schilvers? Ja, toch? Ja, zo is het. Die ademen toch van elkaar allebei de hele dag in. Ja. Huh? Die zit niet allemaal op het bed. Nou ja, er is wel veel naar binnen gegaan. Hij zit nog steeds op zijn rug. Of Mart, kun je even een veegje geven bij de jongen? Want hier zit helemaal onder. Daar kom ik niet bij naartoe. Ja, Mart wel. Naar buiten. Ja, je moet even kijken. Want dit moet er... Deze moet er erin klikken, achter de airco. Ja, heel grappig, Mart. We kunnen gewoon via het raam eruit als we willen. Mart, open. Ja, weet je zeker? Nee. Je weet als ik gewicht ga. Als ik... Oké, jongens, met z'n drieën. Kans 1 op 3. Nee, echt niet zo. Maat, dit ding is nog zwarter dan mijn haars. Ja, dat kan niet. Zo, wat een... Ja. Mart staat op de tocht, geloof ik. Nou, klik je hem er nog in of ga je gewoon met dat ding? 1 op 3 doen. 1 op 3? Ja, wat zei jij? 1 op 10. Oh, ik verstand 1 op 3. Als jij het zo graag wilt, dan mag je het ook gewoon eruit. Ik doe het liever niet. Dat gaat weer helemaal nergens over. Hier, flikker nou eens op. Ja, hier. Okke. Nee, oké. Okke oprotten. Ik doe niks. Ja, dat klinkt als een normale dag. Nee. Hey, ik heb de fucking toothbrush, hè. Toothbrush. Oké, kappen nou. Los laten, Olkie. Nou jongens, kom. Los. Via buiten, via de schuifpui proberen. Kijk eens. Oh, wow. Ja, nu is het lastig. Nou wordt het lastig. Kom op, boys. Mr. Muscle. Mr. Muscle 2.0. Ja hoor. Oh. Oh ja. Mark, doe even je biceps trainen. Ja, dat weegt denk ik wel een kilootje van. Oh, doe ik het. Ik denk dat 100 kilo ga je wel halen, ja. Kloppokken. Lekker, boys. Oké, ik doe alles weer op lockdown hier, ja? Doe ik de andere deur voor jullie open. Flip maar open. Godver. Zet hem even neer. Nou, zet hem maar in de hoek, dan is het klaar, denk ik. Kijk, hier moet hij dus. Tussen de airco en tussen het verlaagde gedeelte. Wat zeg je? Even dat lijntje weghalen. Ja, snuif jij hem op. Maar daar vinden we wel een andere leuke creatieve plek voor. Dus oké, nou ja, hier moet hij komen. Dus laten we gewoon met z'n drieën gaan kloten. En dan de gebruiksaanwijzing vooral niet lezen. Gewoon in elkaar zetten en ja, kijken of het goed gaat. Ik denk dat hij er zo redelijk in elkaar zit. Dat denk ik ook, ja. Dat hoop ik ook. Ik hoop het niet. Ik vind het wel leuk om zoiets in elkaar te zetten. We hangen de GoPro op, timelapse. En dan gaan we. Ja. Oh, dat is ook helemaal stop. Ja, hij staat nog niet perfect gepositioneerd. Maar we zitten te kijken. Hij is mooi. Alleen hij is wel kapot geleverd, helaas. Past hij hier wel? Dat betwijfel ik. Ik ook. Het is meer die airco. Als zou die airco er niet zitten. Hij doet hem precies tussen die pilaar en die verlaagd plafond. Staat hij wel gaaf. Alleen ik weet niet. Ja, hij zit even wennen of... Hij spant zo random in gewoon. Ja. Ja, of je moet die voor dat raam zetten. Dat heb je toch nooit open. Hou die focusmuur weg. Dan zet je hem precies. Ja, dat staat heel raar, denk ik. Aan het einde van de keuken is dat. Het is hier echt zo. Je komt binnen, bam, kast. Gewoon. Die staat hier gewoon even. Ja, hè? We moeten eerst even kijken of we die moertjes vast kunnen krijgen. Zodat die poot weer recht staat. Het zit helemaal krom. Het is helemaal verbogen of zo. Denk met transport gebeurt of iets. Die staat wel recht. Nee, het is je poot zelf. Het is dit deel. Dit zit gewoon wel recht. Ja, maar ik denk als je die aandraait, snap je wat ik bedoel, trekt hij misschien weer recht. Als je hem dan een beetje omhoog leunt. Hij is wel mooi. Hij is wel mooi, man. Mooi is hij wel. Marcel ziet ook iets heel goed. Die bovenkant is helemaal ingedeukt. Dus waarschijnlijk als je wijnglazen erin doet, dat gaan we nu uittesten, schuiven ze naar voren. Nee joh. Maar die baan loopt naar beneden. Ze hangen ook helemaal scheef. Moet je kijken hoe ze hangen. Ja, ik zie nou, ja. Ja, ik zit echt wel meevallen. Kijk, dit achterste is hoger dan dit. Ja, maar wil je wat duurder tegen terugsturen? Maar hij is zo krom dat die middelste laag het ook niet dicht, hè? Zie je dat ook al? Dat, ik krijg hem niet verder dicht. Hier, daar gaat hij er wel een beetje in, maar daar niet. Zie je? Ja, maar hier zit hij ook niet dicht en hier zit hij ook niet dicht, dat hoort. Nou, ik krijg hem amper open, maar hij klemt helemaal. Ja, dan moet je hem terugsturen, dan weet ik het ook niet. Ik heb zo lang zitten wachten, ja, het is niet anders. Ik heb nooit een keer goed gaan. Ja, twee lades, die sluiten niet goed. Die poot staat helemaal krom, die rechter. Ik weet niet hoe goed je dat ziet op camera, maar je ziet ook dat die helemaal gespleten is als je zo hieronder kijkt. Ja, hoe erg is het? Als we die poot recht krijgen, dan boeit het me niet heel veel. Nee, maar die poot is gescheurd. Gescheurd waar? Nee, hij zit gewoon met... Ja, hij staat gespleten. Oh zo. Er zit met twee moertjes vast, dus misschien als je hem vastdraait dat hij dan weer recht trekt, weet je wel? Die poot zat niet eens vast, joh. Nee, hij kan niet recht om. Nee? Nee, dit is hem. Ook niet met slaan? Nee, het is gewoon staal. Het is niet verkeerd geland. Pak een rubberhamer. En dan slijt het helemaal kapot, joh. Dat kan niet. Het staat Jan ook om, dus weer goed. Dat kan wel. Nee. Nee, dat kan hij niet, man. Hij nooit kunnen leggen. Nee, maar als je toch tegen die boot aanslaat, gaan die twee moeren waar hij aan vast zit, gaan toch weer terecht trekken. Maar het ligt niet aan de moeren. Het ligt aan dit hele... Die is gewoon echt krom. Ja, die is gewoon krom. Oké, niet die bouten. Nee, niet de bouten. Het is niet dat hij nu in één keer kan wegzakken ofzo. Wat is het verschil tussen moeren en bouten dan? Nou, een bout, een moer. Draaien op een bout. Draaien erop en een bout is echt die, die schroef achter. Ja. Dat is dat ding met dat schroefdraad erop. Lange ding. Maar het is niet dat hij ineens kapot kan hoor. Het is gewoon, dit is gewoon niet zo recht gemaakt, maar voor de rest is die wel gewoon stevig. Nou, hoe die eruit ziet en hoe die binnenkwam, denk ik gewoon dat dat met transport is gebeurd. Ik vind het wel gewoon vet, ik weet niet. Ja, dat is heel sowieso. Alleen je betaalt voor iets, dus dan hoop je ook dat het natuurlijk volledig gewoon normaal binnenkomt. Ja, dat wel. Ah ja, hoe erg is het? Ja. Als je het niet weet, valt het niet op. Nee, het is dat jij het zei. Nou, wij wisten het ook niet en we zagen het ook. Nee, ja, omdat Don het zei. Don zei, dat is geen licht te mij zijn. Nou, ja, maar ik heb wel echt zo'n irritante havings over dat soort dingen natuurlijk. Maar als je binnenkomt lopen, is het eerste wat je ziet. Ik weet niet of ik dat mooi vind, want het is zo'n klein detail die heel erg opvalt en het slaat nergens op. Ja, dat zit ik net te zeiken. En dat wel best is. Nou, je zei moet je niet. Ook weer gaan regelen en... naar een tour, dan weer wachten, ja, weer... Zin in. Laat hem lekker staan. En ja. Misschien kan ik even reden over iemand aan laten kijken, gewoon ja. Maken. Kijk, dit is gelijk al heel anders. Flessen erin, glazen erin. Staat gelijk veel leuker, veel gezelliger. En in die airco moeten we gewoon een ander plaatje doen, wat veel beter past bij die kast. Misschien ook een vet plaatje met hout of een bepaald thema wat gewoon heel goed hierbij past. Maar kijk, zo hangt dat. Wat misschien ook een leuk idee is, als je hier een plantje op zet, zo'n nepplant, dat je een beetje groen hebt, dan breekt dat weer en dan gaat deze naar de achtergrond. Dan valt het niet zo. Ja, maar dat is voor de airco niet zo erg. Omdat wij de vloerverwarming uit hebben verwarmen met die airco, die lucht is best wel heet. Ja, maar doe je een nepplantje? Ja, maar dat plastic? Dat kan echt geen kwaad. Dat weet ik zeker. Oké, maar dat is wel een leuk idee in ieder geval. Want dan breekt dat. Dat het er wel heel mooi uitziet, ja. Dat past ook wel echt bij die kast. Zeker. Wat vind je ervan, man? Hele leuke kast. Ja, toch? Pas goed bij de keuken ook. En, ja, het is ook echt wel een mannelijke kast, vind ik. Gaandeweg gaan we natuurlijk nog een beetje indelen en zo. Nou, de voorraden zijn een beetje karig, maar het gaat wel wat worden. Die mama en die papa, die komen weer kokarellen. Ik ben toch wel heel blij met die kast. Tuurlijk. Maar Mart, jij kent dat gouden bord, hè? Wat daar staat, onder onze YouTube-dingen. Die heb ik net even gehouden voor die plaat. Mooi hoor. Onder Don zijn YouTube-ding. Zijn YouTube-award. Die playbutton. Ja, daaronder staat zo'n goudbord. En als je dat gouden bord als kleur houdt voor die airco-plaat, dan zie je dat dat al een heel ander gezicht is, door de kleur. Ik heb jij snapt echt geen bal van. Ik snap er heel veel van. Oh, die? Ja, ik heb nooit opgevallen. Ja, dus die hield ze net voor die airco. Ja, als je die ervoor houdt, qua kleur, dan zie je al dat dat een heel ander gezicht wordt. Ja, de kleuren passen er gewoon niet bij. Dit is ruk. Ja. Ze kan het niet laten, kijk. Nee, maar dat vind ik leuk. Ja, dat is ook leuk. Dan zie je al hoeveel dat uitmaakt. Ja. Maar dit gaat echt verschil maken ook als je wel wat anders doet. Je moet er echt een goudtint in denken. Maar ook als je hier iets doet, dan breekt het ook tegen die zwarte wand. Want die is heel zwart. Ik vind dat wel mooi, dat zwarte. We moeten een beetje luisteren naar het vrouwelijk advies, hè. Want we hebben een vrouwelijk oog nodig hier. Dat hebben wij mannen. Jongens, geen inzicht. Nee, niet dit soort dingen, nee. Nee, maar dat is toch ook prima. Verwijfde toestand worden, dat vind ik ook. Hey, jij snapt het! Parmigiano, la basilicum, die pasta, grazie mille. Wat ik nu weer aan het kijken ben, om mijn tijd uit te zitten, is Lift to 100, de Blue Zones. Dus de blauwe zones. Knijters interessant. Waarom worden mensen in sommige gebieden van de wereld oud? Zonder dementie, zonder ziektes of in veel lage percentages dementie of ziektes. En hebben ze ook dat hebben ze dus getoetst. Oh, Mart. Het is in ieder geval ontzettend leerzaam. Dus, nou, chapsen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Maar kom je erbij? Ja. Dit is gewoon als je komt binnenlopen. Is dit gewoon de plezierkast. Nou, hier kunnen we nog wel aan gaan wennen. Hier kunnen we nog wel aan gaan werken. Morgen, jongens, dus. Gaan we voor Fort. Gaan we op pad naar Fort. Er is iets geregeld. Een verrassing of zo. Vader gaat mee. Okke, Mart en ik. En dan gaan we het allemaal wel zien. En dat zal dan weer de eerste keer zijn dat ik dan eindelijk de deur uit ga. Dan sinds de eerste keer dat ik geopereerd ben, dan ga ik weer het huis uit. Ik voel me fit genoeg. Het is ook maar heel kort. Dus dat is ook goed om mee te beginnen. En zo bouwen we eigenlijk al heel snel, al heel langzaam op. Ja, dagelijks spreekwoord momentje. Dit keer pagina 136. Het naadje van de kous. Nog nooit van gehoord. De naad van een kous is een kleine, onaanzienlijke zaak. Iemand die zelfs dat wil weten, heeft er behoefte aan om zelfs van de geringste kleinigheden op de hoogte te zijn. Dus iemand die alles wil weten, elk detail, die wil het naadje van de kous weten. Ook met die Blue Zones heb ik dat ook af en toe een beetje. Dan zet ik hem op pauze en denk ik, wat betekent dit? Klopt dit wel? Ga ik het googlen, weet je wel? Ik had vandaag ook een klein beetje last van het naadje van de kous. Gelukkig met kous erbij, want als je alleen last hebt van je naad, daar schiet je niks mee om natuurlijk. Het is 10 uur. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ik ga lekker slapen. Ik doe mijn telefoon in de oplader. Morgenochtend een hele vlog editen en dan lekker op pad. We moeten naar Zaandam, dus ongeveer een half uurtje rijden. Is dus een verrassing. We gaan ook een nieuwe auto ophalen wegens Focus. Er gaat iets gebeuren wat ik ook niet helemaal veel weet. Dus morgen wordt denk ik weer een interessante dag. Vandaag was ook weer top. Precies de juiste hoeveelheid wel en niet doen. En zo gaat dat echt per dag beter. Dus ja, 4,5 week ongeveer. We gaan het allemaal zien in de toekomst. Tot morgen om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Laat, toppers. Oh, ik bedoel, shit.